Dag heer. Dag heer. We hebben visitatie. Kan ik even kijken in jullie tassen alsjeblieft? Kijk eens hier. Natjes. Hartelijk bedankt hè. Ik ben beveiligend beambte bij Gamlot. Werkzaam al vanaf 1990. Er zijn 4 collega's die constant een rooster van 2-2-2 draaien. Meestal op gate 5. Omdat gate 5 is de enige gate die eigenlijk een continu post hier op Gamlot. We hebben verschillende ingangen en dat houdt in A. Dat maakt het makkelijker de toegang naar de locatie toe. En B. Ook om beter controle. Omdat als zoveel mensen via één ingang naar binnen, dat wordt ook moeilijk controleren. We hebben eigenlijk een bemaande gates. We praten over bijvoorbeeld gate 1, gate 3, gate 4, gate 5, gate 6 en gate 7. Je hebt vrachtingang gates, dus eigenlijk gates waar alleen maar vrachtchauffeurs naar binnen. De tourniquet, dat zijn eigenlijk bedoeld voor mensen met een vast badge of een dagbadge. Dus een ander woord, die mensen zijn al ingevoerd in het systeem en dan kunnen die ook via tourniquet naar binnen. We hebben speedgates. En speedgates, bijvoorbeeld als wij praten over mammoetgates, dat zijn gates speciaal voor bepaalde mensen. Dus dat zijn bepaalde mensen die hebben autorisatie op de pas en alleen die mensen die mogen gebruik maken van die speedgate. Bij gate 5 hebben wij ook CBB, dat is Centraal Bureau Passiebureau. Voor bedrijfpassen, voor een vastpas. Dus mensen die bijvoorbeeld een vastpas aanvragen, die komen een vastpas halen. Je leert heel veel mensen kennen. En gezien dat ik spreek best wel goed Arabisch, Frans, Nederlands, Duits, Engels. Dus dat is voor mij echt een mooie gelegenheid om mijn talen in de praktijk te brengen. Meestal, als wij pakken bijvoorbeeld een ochtenddienst, dan kom je 's morgens eerst wat je doet inchecken. Dus een voorbeeldfunctie inchecken, dan sta je geregistreerd. Nou, dan meld je aan, we hebben een safe, een systeem waar je naam en een code stuurt via telefoon, dat je bent, dat de gate is bemand. Nou, na het melden, meestal, dan ga jij met de collega van de nachtdienst alles overnemen. Wat heeft afgespeeld tijdens de nachtdienst? Maar je hebt ook controle op buitenverkeer. Dus je hebt 4 banen, dus 4 slagbomen. 2 uitgaande, 2 ingaande. En je bent aan mensen aan het helpen en tegelijkertijd daar hou je ook buiten in de gaten. Plus, op dat moment heb je ook controle op de telefoon. Dus als iemand belt en heeft een vraag over Gamlot. Dus dan ben je constant eigenlijk bezig met en beveiliging en dienstverlening. Als iemand binnenkomt, eerst wat je doet, een praatje mee. En in dat praatje, dat is altijd verbaal communicatie, maar ook non-verbaal communicatie. Omdat heel veel mensen, weet je, ze kunnen zeggen wat ze willen, maar hun non-verbaal communicatie zegt alles. Dus als beveiligingsbeambte let je op alles eigenlijk. Oké, bedankt hè.